Dus het zijn best wel taaie dagen. Natuurlijk ook voor ons, maar vooral voor haar. Hé, hey, Olivia, dat niet is papa lief. Slaan. Dat oh, dat is lief. Kusje. Niet slaan. Nee, niet kusje. Slaan. Dat kan het wel een beetje verklaren waarom ze elke keer niet lekker is. Tenminste, ik hoor dat van heel veel moeders dat het zo is. Ik kan het logischerwijs niet zo verklaren. Maar ik ben best wel trots op mezelf, al zeg ik het zelf. Helemaal superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Goedenavond allemaal. Het is maandag 6:10. En meteen voetbal aan het kijken. In de avond. Nou, je hoort het al hoe het met Olivia is. Wat is de mopje, popje? Deet. Oh ja, ik ga je weer allemaal die aanwijzen. Gaan we hierheen? Maar ik was net met de mensen aan het praten. Ja, nee, maar dit boekjes zijn niet meer hier. Ik snap dat jij weer boekjes wil lezen. Ja. Och, moppie. De waarheen, daarheen. Oké, okay, ik zeg de mensen wel even gedag. Dan gaan wij... Waar gaan we heen? Oké, okay, daar naartoe. Hallo, papa. Wij zijn hier. Wil je komkommer? Oh, ga maar zitten. Dan krijg jij een komkommer van papa. Sorry voor de onderbreking. Olivia schreeuwde om een komkommer. Want... Sandy was dat voor haar aan het pakken. Want wij kunnen eten. En Olivia heeft eigenlijk al gegeten. Maar een beetje extra komkommers vindt zij heel lekker. En kan natuurlijk nooit kwaad. Wij gaan een nacho schotel eten. Die heeft Sven gemaakt. Ik ben zo blij, jongens. Ik heb namelijk mijn bestelde boodschappen weer binnen van de Jumbo. Ik zei in de vorige vlog dat ik boodschappen op 2 vlogs geleden alweer. Dat ik boodschappen ging bestellen. 5 maaltijden heb ik besteld. Dus we hebben deze hele week. We eten altijd ook wel ergens anders een keer. Hebben we gewoon de maaltijden al in huis. Echt heaven. En één daarvan was dus het vers pakket nacho schotel. Op verzoek van Sven. En die heeft hem dus ook gemaakt. Maar het is wel echt moeilijk hoor. Ja, lieve, het was echt moeilijk. Heb jij nou je komkommer uitgehold en op de grond gegooid? Hey, madamski. Ja, kijk wat naampje dat wil. Zo, we hebben lekker gegeten. Sven is aan het boksen. Ons arme meisje ligt op bed. Die heeft dus nog steeds heel veel last van een keel en hoesten. Het is echt niet lekker. En zij heeft dus, de meeste kindjes slapen meer als ze ziek zijn. Maar Olivia slaapt alleen maar minder. Ze wordt elke keer wakker van het hoesten. Dus echt 20 minuutjes slaapt ze overdag en dan is ze weer wakker. En dan wil ze gewoon niet meer slapen. Maar ja, ze wil ook niet wakker zijn. Ze wil ook niet bij ons zitten, tegen ons aan liggen. Want het lijkt ons zo fijn, ook 's nachts bijvoorbeeld, als ze dan niet kan slapen. En weet je, kom maar bij ons liggen. Maar dat accepteert ze gewoon niet. Dan gaat ze alleen maar huilen. Dus ze zit zichzelf gewoon heel erg in de weg. En ze wil gewoon eigenlijk niks op zo'n dag. Dus het zijn best wel taaie dagen. Natuurlijk ook voor ons, maar vooral voor haar. Dus ik hoop dat ze echt weer snel beter is. Wij zijn ongeveer alles aan het inzetten wat je in kan zetten als een kindje last heeft van hoesten en keel. We hebben ook nog met de huisarts overlegd, maar er is gewoon echt niet meer wat we nu kunnen doen. Ze moet echt gewoon uitzieken. Dus ja, het is wat het is. Ik hoop dat het snel over is, want ik vind het niks aan voor haar. Het is zo zielig om te zien hoe ze zichzelf zo in de weg zit. Maar goed. Ik ga nu ontspannen. Ik ben heel erg aan het twijfelen wat ik ga doen. Of ik ga lezen of dat ik Married at First Sight ga kijken. Maar ik zit weer in zo'n routine dat het veel verleidelijker is om lekker tv te gaan kijken. Terwijl ik weet dat ik van lezen misschien nog wel meer ontspan. Maar ik kan het dan gewoon even niet opbrengen. Je kent het misschien vast. Vooral ook, ik ben nu een zeg maar een soort van zelfhulpboek aan het lezen. En als ik een roman aan het lezen was, dan was ik misschien eerder nog weer gaan lezen. Maar nu voelt het meer als van nee, ik wil echt even ontspannen en echt even tv kijken. Dus dat ga ik ook maar doen. Goedemorgen. Wij hebben nagenoeg doorgeslapen vannacht. Oh,
Heerlijk. Ik moest er 2 keer uit, maar 1 keer lag ik er echt pas net in. Dus sliep ik nog niet helemaal. En 1 keer rond 2:30 of zo. Maar toen was het ook heel kort. Dus echt zo heerlijk. Echt heel blij met goede slaap. Ze was om 6 uur wakker uiteindelijk. Ze is nu haar keukentje aan het leeghalen. Had ik het al verteld? Ze had van Annelies en die meiden had ze inventaris gekregen voor de keukentje. Onder andere pannetjes en koekjes. Maar ook allemaal dingen echt heel lief. Die de meiden zelf in hun keukentje hadden. En die ze zoiets hadden van ja, maar ik mag Olivia wel hebben. Echt heel lief. Dus ze heeft nu echt een heel vol keukenkastje. En dat vindt ze ook heel leuk om ze leeg te trekken. Ze had trouwens ook een theepotje gekregen. Ik zal het wel even laten zien. Waar is jouw theepot? Kijk. Deze theepot. Heel leuk. Volgens mij is die van Hema. En dit kratje had ze gekregen met allemaal koekjes en zo erin. Hier bijvoorbeeld deze krakeling. Of wat is het? Zo'n pretzel. Waar zijn je muffins? Ja, theepot hè. Theepot. Kijk, en allemaal koekjesachtige dingen zitten er in dat kratje. Hier een muffin en er zit nog een muffin in. Heel schattig. Maar die gooit ze dus altijd gelijk leeg als ze het kratje te pakken krijgt. Oh, en ze had nog een snijplankje en dus pannetjes. Die pannetjes, hè. Ja, leuk. Zullen we weer je snottenbel doen? Ja, je hebt al de snot stroomt eruit. Lekker. Ik heb nu ontbijt gemaakt. Kwark met banaan en granola. Ik eet de laatste tijd eigenlijk altijd volle kwark. Want Olivia eet dat ook. En dat vind ik net zo makkelijk. En het is eigenlijk ook wel lekker. Olivia had vanmorgen 3 kwartier geslapen ongeveer. En was om... Hoe laat was ze wakker? Ik denk 9:15. En nou, rond 10:30 begon ze alweer... Ja, ze wilde gewoon niks meer. Echt heel hangerig. En ik dacht, misschien heb je koorts. Maar nee, ze had geen koorts. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik leg je maar weer op bed. Weet je, ze was echt pas 1,5 uur wakker. Ik dacht, ik leg je maar gewoon weer op bed. Want volgens mij ben je hartstikke moe. Ze slaapt gewoon nog steeds. Al te meer dan 2 uur, of ongeveer 2 uur ligt ze nu te slapen. Terwijl ze al een ochtendslaapje had gedaan. Het is nu... 1:15. En ik weet echt van gekkigheid. Want ik had helemaal niet verwacht dat ze überhaupt ging slapen. Laat staan dat ze zo lang ging slapen. Dus wat ik nu eigenlijk heb gedaan. Ik heb geen idee. Weet je, ik ben maar een beetje. Ik verwacht elke minuut dat ze wakker wordt. Dus dan doe je eigenlijk niet per se iets. Ik heb wel 2 wasjes gedraaid. Dus dat is wel heel lekker. En het bed even afgehaald. En opnieuw nieuw beddengoed erop. En nu ga ik voor mezelf een lunch maken. Ik had voor Olivia alvast wat garnalen gemaakt voor straks. Daar heb ik er zelf een paar van genomen, want dit is echt meer dan genoeg voor haar. En zij eet straks broccoli. Garnalen en broccoli. En ik weet nog niet wat ik erbij ga doen voor haar. Nou ja, dat zien we wel. Ik heb zelf een broodje. Daar ga ik pesto op doen. En tomaat. En ik heb nog mozzarella. Dus die gaat er ook op. En dan ga ik het in een tosti-apparaat doen. Heerlijke tosti wordt dat, denk ik. Sven heeft gekookt. Tenminste, is aan het koken. Alweer? Wat ben je aan het maken? Ja, je bent echt goed bezig, jij. Hey. Nou, ik ben mijn wraps aan het maken. Jouw wraps. Ik wil bijna Olivia pakken. Nou, dat mag wel. We zijn even op de koffie geweest bij vrienden. Die wonen dicht bij het werk van Sven. Dus ik ben daarheen gereden met Olivia. En Sven kwam daarheen uit werk. Het was heel gezellig. En een beetje afleiding voor Olivia. Want ze is echt... ze vindt zichzelf heel zielig dat ze verkouden is. Dus de hele tijd het... Dus het was een lekkere afleiding. En nu zijn we dus weer thuis en gaan we zo eten. En ik ga vanavond weer lekker sporten. Mijn hitles. Ze noemen het op de sportschool noemen ze het bootcamp. Maar ik vind altijd bootcamp... Lijkt een beetje alsof je buiten gaat sporten. Dus het heet Bootcamp HIT, geloof ik. Of HIT Bootcamp. Dus ik noem het altijd een HIT-les.
Wat heb ik al gezegd? Of ik al gesport heb. Ja, wat wil jij daarover vertellen? Oh, een kusje. Oh, kreeg je een kusje? Olivia geeft... Hé, hey, Olivia, dat niet papa slaan. Dat oh, dat is lief. Kusje. Niet slaan. Nee, niet kusje. Slaan. Kusjes. Opvoeden begint echt. Ja, het is echt niet leuk. Niemand zei dat dat erbij zou worden. Nee, dat had je niet bedacht? Jawel. Maar ja, ik heb dus om 5:45 was ik in de sportschool. Vanochtend? Ja. Want? Gewoon omdat het kan. Ja, dat is echt top. Ik was echt helemaal gelukkig. Ik heb alleen de schoonmaakster staat op het lijf gejaagd. Maar voor de rest... Die had jij niet helemaal verwacht. Onze sportschool is 24 uur per dag open. Sinds een paar dagen. Sven keek daar al weken naar uit en ik lachte hem een beetje uit eigenlijk. Je had niet verwacht dat ik het zou doen, hè? Nee. Wil jij even vasthouden? Ja. Want ik dacht, jij gaat nooit buiten de reguliere openingstijden. Nee. Maar wel dus. Nou ja, ik vond het echt wel lekker. Nou, dat is mooi. En het is echt heel chill om helemaal alleen te zijn in zo'n sportschool. Ja, dat snap ik wel. Dus dat beviel echt wel goed. Ja, hè? Ja, ik was ook zo klaar. Ja, maar omdat je inderdaad je kunt gewoon alles doen wat je wil. Ja. Ik ga het zeker vaker doen, ja. Okay. Ik heb het al 3 keer gedaan. Ja, maar niet om 5:30 ochtends. Nee, 5:30 ga ik ook wel vaker doen. Ik ben terug van het sporten. Het is 7:50. Het ging op zich wel lekker, maar het was niet de allerlekkerste les. Je hebt zo... Tenminste, ik heb altijd mijn eigen voorkeuren in lessen. En dit was gewoon niet mijn voorkeur. Ik ga even lekker. Het kwam wel lekker uit. Een limonadesiroopje nemen. Dit is de laatste tijd een favoriet van mij. Hij is echt best wel heel chemisch. Maar ik vind het voor afwisseling heel lekker. Dan maak ik hem niet zo zoet. Dat het water net een beetje een smaakje heeft. En dan vind ik hem heel lekker. Ik denk dat ik ook nog even een snackie ga maken. We hebben vroeg gegeten vandaag. Dus ik denk misschien dat ik eerst ga douchen. Eerst even douchen en haren wassen. En dan nog een snackje. Wat wil jij? Wil jij ook even op de vlog? Hm? Wil jij ook een snackie? Hé, wil jij ook een snackie? Je bent een snackie. Ja, je bent mijn lekkere makkie snackie. Goedemorgen. Het is 7:30. We hebben heel goed geslapen. Wat een wonder is voor hoe het gisteravond ging. Ik heb denk ik 1.5 uur met Olivia rondgelopen en geprobeerd bij mij in slaap te brengen. Want ze was alleen maar aan het huilen. Maar ze viel als een blok in slaap rond 11:00 en heeft gewoon doorgeslapen. Hadden we niet verwacht, dus echt een bonus. Ik heb nu een fles gemaakt, want ik was al aan het ontbijt beneden. En ik hoorde dat ze wakker was. Dus ik ga nu even de fles brengen. Naar Sven en Olivia. Die lopen hier rond. Hey. Hoi, wat is er aan het handje? Huh? Wat is er aan het handje? Nee. Snot? Ja. Oh. Ik moet eerst even snot. We hebben uiteindelijk haar... kan je dit zien? Ik denk het niet. Haar matrasje een klein beetje schuin omhoog gedaan. Zodat ze wat meer adem kreeg. Want ze is nog steeds dus heel erg kucherig. En die is er. Ontbijt, kwark met appel en noten. En Olivia gaat scrambled eggs eten met thee. En ik heb ook thee. Correctie, Olivia eet geen ei. Hoewel? Nee, niet? Best lekker toch? Ik heb net echt zo'n leuk gesprek gehad met een... Met een klant die volgende week klaar is in mijn traject. En ze is zo blij met de transformatie die ze heeft gedaan. En ze zei ook van... voorheen was ze altijd aan het calorieën tellen. En dacht ze dat ze alleen kon afvallen als ze echt maar 1000 calorieën at. En nu eet ze gewoon eigenlijk gewoon helemaal op gevoel. Telt ze helemaal niet. Voelt ze veel meer rust. Kan ze gewoon uit eten gaan zonder zich daar druk om te maken. En dat is zo mooi. En ze zegt ook, het werkt op zoveel momenten of op zoveel manieren door. Want ook in haar werk... had ze er heel veel profijt van. En dat is echt wat ik ook wil meegeven. Van gezond leven is zoveel meer dan
je lichamelijk goed voelen of slank zijn. Gezond leven is, heeft impact op letterlijk je hele leven. Weet je, hoe energiek jij bent, wat voor moeder jij bent, wat voor werknemer je bent, wat voor baas je bent, wat voor alles. Dus ja, dat was heel mooi. Ik was vanmorgen, had ik een gesprek met de eigenaren van de sportschool waar ik mijn praktijken heb. En daar hebben we besloten dat ik in februari waarschijnlijk, dus dat duurt nog even, een workshop ga geven, 's avonds. Dat voor leden van de sportschool, maar ook voor mensen die daar buiten wonen. En dan dus echt gericht op professionals en ondernemers die een druk leven hebben en zoiets hebben van ja, ik wil gezond leven, maar het lukt niet. Daar ga ik een workshop voor geven van hoe ga je nou een begin maken met jouw gezonde leefstijl. En daar heb ik super veel zin in. Maar het wordt dus ook voor mensen van buiten de sportschool. Dus mocht je in de omgeving wonen of heb je zoiets van, nou ja, ik heb daar wel een reisje voor over. Hou dan zeker in de gaten. Het duurt dus nog even, dus je kan nog geen kaartjes kopen of zo. De kaartjes worden, het wordt meer een symbolisch bedrag of zo. Dus het wordt niet heel duur. Maar ik wil gewoon mensen inspireren op die avond. En gewoon ook meer laten weten van wat ik eigenlijk doe. Want ik merk, online weten steeds meer mensen wat ik doe. Maar in mijn eigen omgeving weten eigenlijk mensen dat nog niet. Maar goed, wat ik wilde vertellen. Ik was toen aan het werk en toen werd ik gebeld door de opvang. Dat Olivia weer koorts heeft. Arm popje. Dus ik sta nu bij de opvang. En ik ga nu stoppen met kletsen. Want ik ga haar ophalen en knuffelen. En mee naar huis nemen. Want ze is dus ziek. Ik wilde een video gaan opnemen vanmiddag. Maar dat wordt hem dus waarschijnlijk niet. Tenzij Olivia toch besluit te gaan slapen. Wat ze normaal niet eigenlijk doet als ze ziek is. Maar we gaan het zien. Ik vind wel een manier. En anders is er geen video maandag. Maar ik ga er wel alles aan doen dat dat wel zo is. Zo, mevrouw is thuis. Lekker aan het apenkooien. Ze vindt deze doos geweldig. Nou, prima. Ze is eigenlijk, zoals de laatste weken, niet echt ziek. Al heeft ze het nu dus wel koorts. Maar ook niet echt lekker. Arm moppie. Ik hoop dat je snel weer helemaal de oude bent. Hè? Mevrouw Snottebel? Ja, mevrouw Snottebel ben jij. Het is 4:00. Ik denk dat Olivia gaat slapen. Dus ik ben nu snel naar boven gegaan, naar de zolder. Waar het helemaal vol hangt met was. Maar het is ook nog precies licht genoeg om een video te kunnen opnemen. Dus ik hoop het raam open doen. Zo, of het de gordijn open doen. Ik hoop dat het me lukt. Ik heb me gelukkig al voorbereid. Had ik al gedaan. Dus we gaan er gewoon voor. Ik wil het vandaag met je hebben over een onderwerp dat ik ook heel vaak met mijn klanten bespreek. Een onderwerp dat ontzettend veel te maken heeft met gezond leven. En dat onderwerp is conditioneringen. Yes, het is gelukt denk ik, de video opnemen. Wat ik de laatste tijd doe, ik kreeg van sommigen al een berichtje van hey, je geluid is beter. Misschien is het je al opgevallen, ik heb een microfoontje de laatste tijd altijd op. Ik heb mijn voice recorder aan. Die ligt dan achter mij. Dit is even inside information hè, voor mijn vlogkijkers. Die zit dan achter mij. Dus misschien zie je af en toe wel eens een snoertje eruit piepen. Dat is dus mijn voice recorder app. Die neemt het geluid op. Mijn camera neemt de video op. Hij neemt ook het geluid op. Maar dat geluid dat hoor je bijvoorbeeld nu. Ik heb nu niet mijn voice recorder aan. Dus in de vlog hoor je het geluid van de camera. Maar dat geluid vind ik niet heel sterk. Je hoort een klein beetje ruis op de achtergrond. In een vlog vind ik dat helemaal niet zo erg. Maar in een normale video vond ik het toch wat storend. Had ik zoiets van het kan beter. En ik ben heel tevreden over het geluid dat ik nu heb. Dus ja, als het is opgevallen. Inderdaad, mijn geluid is anders geworden. Goed. Heel blij met deze video dat ik die heb op kunnen nemen. Dan kan ik hem hopelijk morgen nog even editen. En ik heb er nu wel vertrouwen in dat hij maandag online kan komen. Ben is thuis, dus ik heb lekker kunnen koken. We gaan een linzencurry eten. Ik maak het vaak recept van Wakker Dier. Als je zoekt op linzencurry op Google, dan is het eerste recept wat je vindt.
En ik geef dat een beetje mijn eigen draai aan. Maar in ieder geval heb ik de linzencurry nu klaar. Koriander kan erover. En we eten er naanbrood bij. Maar we gaan straks eerst Olivia naar bed brengen. Zodat we even rustig kunnen eten. Maar zoals je hoort is ze nog steeds niet helemaal in de doen. Sven die kwam er net achter dat ze een kiesje weer doorkrijgt. Ze heeft al twee die door zijn boven. En nu krijgt ze er één beneden. Dus dat kan het wel een beetje verklaren waarom ze elke keer niet lekker is. Tenminste, ik hoor dat van heel veel moeders dat het zo is. Ik kan het logischerwijs niet zo verklaren. Dat waarom een kies zoveel zou veroorzaken. Dat zijn van zuur afgegeven. Dat slikt ze dan in. Maar hoe kan het zuur afgeven? Weet je niet. Error. Ja, dat weet ik niet. Maar het schijnt dus heel veel zuur af te geven. Dat komt dan in het buikje en dat poept ze dan weer uit. Oh, oké. Okay. Volgens mij wil er een poes naar binnen. Oké. We komen zo bij jullie terug. Ja, we komen zo bij jullie terug. Sven gaat googlen en Google weet alles. En? Wat is je uitkomst? Dat het komt doordat ze op de handjes bijt. Wat? Of met de vingers over de tandvlees wrijft om het pijn te ontlasten. En daardoor krijgt ze zure ontlasting. Aha. Dus. Dankjewel. Ja. Wetenschapper, dokter Sven. Ja, dus we moeten... ja, zeker. We moeten je handjes wassen. Ja. Maar we gaan ook eventjes je hele lichaampje wassen. Ja. Even goed in bed. Armopje. Fun fact, Marloes die zei een paar weken geleden, oh jammer dat ze geen mama zegt. Het was alleen maar papa. Ja. Hier, nu is het alleen maar mama. Waar is het? Wat zoek je? Ja, schermpje. Ik ga lekker naar bed jongens. Maar ik bedacht me dat ik nog eventjes de bestanden moet uploaden naar de drive. En dus ook deze vlog ga afsluiten. Dus het is een rare dag. Anders dan ik had verwacht. Maar ik ben best wel trots op mezelf, al zeg ik het zelf. Dat ik gewoon zeg maar helemaal heb embraced, helemaal heb omarmd dat het anders ging. En dat ik niet in de stress ben geschoten. En ik was aan het wandelen met de buurvrouw. Met Olivia samen. En die vroeg ook van... raak je nu in de stress? En toen dacht ik, echt een jaar geleden of twee jaar geleden was dat zeker gebeurd. Maar nu had ik echt zoiets van, weet je, het is ook echt wat het is. Dus prima. En daar ben ik best wel trots op. Ik ga nu de bestanden dus uploaden. En daarna lekker slapen. Het is al 9:40. En ik probeer altijd om 10 uur te slapen. Dat gaat dus waarschijnlijk niet meer lukken. Maar als het goed is, wordt het een goede nacht. Al was Olivia wel aan het hoesten, dus duim met me mee. Maar goed, komende vrijdag, als je dit kijkt... Nee, je ziet dit op vrijdag. Zie je dit op vrijdag? Ja, je ziet dit op vrijdag. Vandaag sta ik in de Fit Fair, of op de Fit Fair in de jaarbeurs in Utrecht. Mocht je daar toevallig ook heen gaan, ik spreek om 11:45. Dus... kom zeker even langs. Ik loop daar vast ook nog wel rond daarvoor en daarna. Dus heel leuk om met je te connecten. Laat zeker even weten als je er ook bent. Je mag me ook altijd een DM sturen. Goed, voor nu dankjewel voor het kijken. En heel graag tot in de volgende. Doei doei!